Je kunt er niet om mee, want het is er altijd. Bovendien is het een favoriet gespreksonderwerp voor het op gang brengen van veel gesprekken: het weer. En vaak heb je een goede reden om te weten welk weer wordt verwacht. Ga ik met de auto of fiets naar het werk? Kan de barbecue doorgaan? Kunnen de schaatsen uit het vet? Enzovoort. Online zijn er genoeg mogelijkheden om dit uit te zoeken. Als je het groots wilt aanpakken, gebruik je Forecast. Ik ben gesurfd naar de website van Forecast. Links bovenaan wordt er verzocht toestemming te geven je locatie te mogen gebruiken. In dit geval vind ik dat wel praktisch, dus ik geef de toestemming. Je ziet dat Amsterdam als basis wordt gebruikt. De temperatuur wordt weergegeven in Fahrenheit. Rechts kun je er Celsius van maken door hier te klikken. Dit is het blok met de globale weersverwachtingen. Nu. De komende 24 uur en de komende 7 dagen. Daaronder zie je een uitgebreider overzicht met een minimum en maximum temperatuur per dag. Als je op een plusje klikt, zie je de weersverwachting per uur. Als je op details klikt, krijg je een overzicht dat begint op het huidige uur. Zo blader je naar andere dagen. Ik keer terug naar de algemene weersverwachting. De pin op de wereldbol kun je naar elk punt op de wereld verschuiven. De weersverwachting wordt aangepast. Een animatie kun je starten door ergens op de wereldbol te klikken. Door nogmaals te klikken stop je de animatie. Je ziet dat nu de Global Map is geselecteerd. Als je op regional klikt, zoom je in op het gebied waar de pin staat. Deze kun je nu eenvoudiger verplaatsen. Bovenin zie je de locatie die je nu in beeld hebt. Hier kun je ook zelf een locatie typen. Ik druk op de entertoets en de locatie wordt gevonden. Ik zoom erop in door op Regional te klikken. En nu start ik via deze knop de animatie. Ik klik weer ergens in de bol om de animatie te stoppen. Onderaan kun je meer gegevens oproepen, bijvoorbeeld gedetailleerde grafieken. Als je de muisaanwijzer boven een lijn zet, zie je weer de details van dat moment. En je kunt andere grafieken in beeld brengen, bijvoorbeeld voor de windverwachting. Ook hier kun je weer de muisaanwijzer boven een lijn zetten om meer informatie te krijgen. Ik klik linksbovenin op Forecast om terug te keren naar de startpagina. En tot slot, een leuke aardigheidje is een datum in te typen om te kijken hoe het weer dan wordt of was op deze locatie. Ik zet wel eerst de locatie weer op Current Location. Ik heb nu een willekeurige datum ingetypt en activeer de tijdmachine. Je ziet het resultaat. Tot zover deze how-to over Forecast.